Molly, Molly, let me op. We hebben ze. Hier, alvast. Hé, hey, hallo Heids. Goed dat je bent, kerel. Hè? Molly vertelde al dat je gebeld had. Ik ben erg blij dat jullie mijn uitnodiging geaccepteerd hebben en er vanavond zijn. Wat een heerlijk feestje. Ja, ook kunstenaars gaan graag met een beetje van de vloer, hè, zo nu en dan. Meneer Savory, u had uw jas laten hangen in mijn kapperszaak en daar zat deze brief in. Daar staat dat ik uw standbeeld gestolen heb. Ach, kereltje, kereltje. Geen woord, hè, voordat we iets gedronken hebben. We kennen elkaar allemaal, volgens mij. Hoe maakt het je van mij, Doren? maar nog even over dat standbeeld. Het... Tijd zat, jongen, om dat later te bespreken, hè. Ons vermaak gaat juist beginnen. Wel nu, ik wil dat jullie allemaal heel goed opletten. Het is heel bijzonder. Vooral jij, Hutch. Ik ben erg benieuwd naar je reactie. maar dat standbeeld... Tegen de tijd dat je dit gezien hebt, is het standbeeld wel het minst van je probleem. Dames en heren, iedereen die houdt van een sappere moord. De moord die u nu gaat zien is een klassieker. De duistere en gruwelijke misdaad die Dr. Howley Harvey Gwippen naar het schavot bracht. Hier worden opnieuw de lugubere gebeurtenissen die Londen in 1910 niet te huiveren ten tonele gebracht. Ik breng de centrale personages in de tragedie terug in uw herinnering. Dr. Howley Harvey Gwippen. De Belmore, de echtgenote die hem verveelde. En de mooie, sensuele secretaresse, Ethel Leneve. Maar voordat we beginnen, het nog even dit, hè. Ik heb zojuist verontrustend nieuws ontvangen. Aangenomen dat het nieuws is voor je. Gloria Kramer, je verloofde, is verdwenen. En de politie houdt rekening met vuil spel. Hartstocht is zeker niet lachwekkend. Wordt dus niet te snel verliefd. Want als je haar alles wilt geven, is de liefde pas effectief. Vertel u nu van een minnaar, hij kende de moraal. Ik vertel u nu van een minnaar die lief had, maar tweemaal. Ziet u dat de Gwippen, Howley Harvey Gwippen, dood omdat hij iets misdreef. Toen men hem ondervroeg, vond hij niet genoeg, alles was voor Ethel Leneve. Harvey Gwippen was een dokter, hij kende nimmer van. Tot hij een actrice trouwde, wel Elmore was haar naam. Zij beloofde na hun trouwen een goede vrouw te zijn. Maar juist door datzelfde huwelijk kwamen beiden aan een eind. Zie je dokter Gwippen, Howley Harvey Gwippen, dood omdat hij iets misdreef. Maar hij zei nog wel in zijn nauwe cel, alles was voor Ethel Leneve. Hij zei nog wel in zijn oude cel, ja, hij deed alles om meneer voor Ethel Leneve. Belmore was een rotwijf, ze was zo zelfvoldaan. Niemand wist van de vernedering die de dokter moest doorstaan. Hij zocht ze hun typiste, Ethel Leneve bij naam. Als zij elders werkje zocht, dat was zij nu niet zo befaam. Zie je dokter Gwippen, Howley Harvey Gwippen, dood omdat hij iets misdreef. Maar toen hij ging, riep hij één ding, alles was voor Ethel Leneve. En toen hij ging, riep hij één ding, ja, hij deed alles om meneer voor Ethel Leneve. Harvey Gwippen zag haar graag typen, ze was zo beschaafd en stipt. Ze had een prachtig figuurtje en een ziel zo vol begrip. Dus hij maakte wel een drankje, vroeg geduldig een nachtje door. En stopte in de kelder het restant van Belmore. Zie je dokter Gwippen, Howley Harvey Gwippen, dood omdat hij iets misdreef. Maar ze zagen touw, had hij geen berouw. Alles was voor Ethel Leneve. Ze zagen touw, had hij geen berouw. Ja, hij deed alles zonder meer voor Ethel Leneve. Net zo lief in jongen.
Zonder kleren vluchtte hij naar verre streek. Maar men vond de lijk in de kelder, bij de Almona's naar bleek. Daar stond dan die arme politie. Ze hadden niets, ze vonden geen ding. Maar toen men het al zag op een feestje, droeg ze Wilhelmo's ring. Wat is het poedendoosje van mijn dochter? Hij heeft het gedaan. Hij heeft haar vermoord. U staat onder arrest. Wat, waarvoor? Voor de moord op Gloria Kramer. U bent niet goed wijs. Ik weet niet waar u het over heeft. Wat heb je met mijn kindje gedaan, jij monster? Ja, maar ik heb Gloria niet meer gezien sinds ze de trein uitkwam. Wij weten dat dat niet waar is. Dit is idioot. Rodney heeft uw dochter niet aangeraakt. Zij weet er alles vanaf. Gloria heeft me verteld hoe die twee in de weer waren. Het waren net twee motten in een tapijt. Deze dame heeft niets met de zaak van doen. Misschien moet de aanklager dat maar bepalen, meneer Savory. Luister eens, het is een vriendin van mij en ik sta persoonlijk voor haar in. Breng hem weg. Eén momentje. Waar brengt u hem heen? Naar een klein gezellig kamertje waar hij heel lang niet gestoord gaat worden. Oh, maar in dat geval ga ik met hem mee. Maar dat is absurd. Je hebt er toch niets mee te maken? Ja, jawel. Ik heb het helemaal in elkaar gezet. Luister niet naar. Ze probeert alleen maar de schuld op zich te nemen. Nee, dat meisje, dat werd onmogelijk. Ik heb haar opgelost. Je hebt wat gedaan? Ik heb haar opgelost. Nou, ik weet niet of jullie Bonnie en Clyde zijn of Snippersnap, maar jij gaat ook mee naar bureau. Over mijn lijk. Breng mij niet in verzoeking. Ik ben zeer in de stemming om jouw wens in te willigen. Kom op, liefste. Niet zo somber. Dit is toch onze bruidsnacht? Zo, Cupido, dat heb je weer goed verziekt.